Welkom in de Brabantse Kempen. De Kempengemeenten Oorschot, Reuzel de Mierden, Bladel, Eersel en Bergijk liggen tussen Tilburg, Eindhoven en de Belgische grens. U bent aangeland midden in Brainport, de slimste regio van de wereld, met een uitstekende infrastructuur en gastvrije bevolking van doeners, zeker geen schreeuwers, en met een Bourgondische inslag. Welkom in het verhaal van de Brabantse Kempen, die van het pure wonen, werken, leren en recreëren ontmoet het pure genieten. Van huis uit beginnen wij Kempenaren 's morgens op tijd, op weg naar school of werk, dichtbij of iets verder weg. Een nieuwe dag, we hebben er zin in. Van een hoofdzakelijk agrarische streek zijn we in enkele decennia toonaangevend geworden in de wereld. De sigarenindustrie, waar het allemaal mee begon, ontwikkelt zich inmiddels ook tot high-tech tabaksmachinebouw. Slimme, innovatieve bedrijven ontwikkelen zich razendsnel tot een maakindustrie van groot belang. Voor multinationals als ASML, DAF en Philips aan de rand van de Brabantse Kempen. Met snelwegen naar alle windrichtingen en Eindhoven Airport zijn we uitstekend bereikbaar voor de rest van Europa. Het verhaal van de Brabantse Kempen is het verhaal van dat wonderbaarlijke economische en maatschappelijke wonder. Het is misschien wel het best bewaarde geheim van de Kempen. Het geheim van het pure. De contente mens typeert het best onze Kempische volksaard. Neemt het leven zoals het is, maar wil ook genieten van alle mooie, goede en lekkere dingen van het leven. Hij is tevreden, content. Het is uitstekend wonen bij ons. Huizen en bedrijven veranderen door de tijd heen, maar zelf veranderen we ook. We bouwen vaak in Kempische stijl, soms ook net niet. We laten ons graag inspireren en zijn fraai functioneel. Hier en daar experimenteel, modern gevarieerd. Een woonwijk met voorzieningen voor zorg en welzijn, een kinderdagverblijf, een gezondheidscentrum gecombineerd voor wie zorg nodig heeft en ouderen en voor starters. We bouwen droomwoningen en voor de jongeren in de kleine kernen. Wat dat betreft is er veel veranderd. Of toch ook soms weer niet. We houden van onze Kempische molens. Combineren de oorspronkelijke functie met een bakkerij. Een doemuseum met een winkeltje waar je je even terugwaant in de tijd. Of de molen is gecombineerd met een restaurant, want we weten wat lekker is. Of de molen is er gewoon om te bewonderen. Ruim 300 agrarische bedrijven die samenwerken in de stichting Kempen Goed om puur Kempische producten van hoge kwaliteit voedzaam, gezond en ecologisch duurzaam te produceren. Niet alleen toeristen, maar de Kempenaren vinden hun weg naar de natuurwinkels en ecologische boerderijen. Als bezoekers zelf de handen uit de mouwen willen steken, zorgen onze Kempische koeien voor de rest. We laten bezoekers kennis maken met de goede dingen van het Kempische boerenland. We kunnen dat zo goed dat we landelijk daarmee in de prijzen vallen. Kruidentuinen, moestuinen met authentieke Kempische groenten inspireren ons. En historische boerderijen zijn het perfecte decor voor het nieuwe genieten. Culinair en eerlijk. Dat bracht bijvoorbeeld twee Kempische restauranthouders op het idee hun geheimen te ontsluieren voor de wereld. Hun jams, sausjes op basis van Kempische kruiden, staan overal in culinaire winkels, tot in Australië aan toe. We koesteren ons industriële erfgoed. De voormalige weverij inspireert en is, met tuin, decor voor evenementen en festivals.
Nergens beneden de grote rivieren staan zoveel ontwerpen van Gerrit Rietveld als bij ons in de Brabantse Kempen. De oude sigarenfabriek is er nu voor verrassende kleinschalige ondernemingen van Europese of waarschijnlijk wel mondiale allure. Terwijl de ene brouwerij nu speciaal bieren produceert, is er een andere die nieuw leven wordt ingeblazen. Deze watermolen, die het eigen restaurant voorziet van energie, met een wandelroute door een hersteld beekdal, zoals het er hier 100 jaar geleden uitzag. Een uitstekend voorbeeld van het nieuwe verwennen van de toerist in de Brabantse Kempen. En een uitstekend voorbeeld van nieuwe product-marktcombinaties. Applaus voor twee Kempische ondernemingen. In de categorie MKB toegekend aan de onderneming. Die de benodigde kennis in eigen beheer ontwikkelt. Die zich bewust is van haar voetafdruk op deze aarde. Die internationaal succesvol is. Als ik 's ochtends een eitje tik, zal ik nog vaak aan u terugdenken. En ik hoop u ook vaak aan deze avond. Wil ik u heel hartelijk feliciteren. U en uw bedrijf en alle 7500 werknemers die er morgenochtend als u wakker wordt, maar dan wel in het bezit van de prijs. Hartelijk gefeliciteerd. Oké, dit is goed. Ja. De Koning Willem I-prijs is de hoogste onderscheiding in het Nederlandse bedrijfsleven. Er is bij ons in de Kempen een keur aan toonaangevende innovatieve bedrijven met landelijk en internationaal aanzien. We zijn een van de grootste logistieke en exporterende regio's van Nederland. Dat is de verdienste van de Kempenaar. Eentje van niet lullen, gaatjes vullen. We hebben een grote loyaliteit naar het bedrijf. Geen van 9 tot 5 mentaliteit, want het werk moet af. En we gaan gemakkelijk met elkaar om. De baas spreken we met de voornaam aan. Nieuwe ideeën en producten hebben zo een goede voedingsbodem. We gaan voorzichtig om met alle moois dat we hebben. Dankzij de samenwerkende gemeentes en Brabants landschap heeft de Brabantse Kempen de mooiste wandel- en fietsroutes van Nederland. Fietsknooppunten en wandelknooppuntenroutes voeren naar dorpen en buitengebied. En voor je het weet zit je in België. En zoek je alleen maar een plek voor de nacht met ontbijt, dan hoef je niet ver te zoeken. Er zijn vakantieparken, maar je kunt ook kamperen bij de boer op een landschapscamping of naar een van de campings. We behoren tot de mooiste toeristische streken, met ieder jaar een kleine 5 miljoen overnachtingen. We hebben de beste campings van heel Europa. Gemeentebesturen werken samen om toerisme, agrarische bedrijvigheid, wonen, industrie en landschappelijke waarden zo goed mogelijk te behartigen. We zijn ervan overtuigd dat de Brabantse Kempen groen, gastvrij, monumentaal, historisch en innovatief kan blijven. We zijn zuinig op onze dorpskernen. Voor bedrijven, te groot gegroeid voor de dorpskernen, en nieuwe investeerders hebben we Westfields in het noorden van de Kempen. En in het zuiden het Kempisch Bedrijvenpark aan de rand van de Brabantse Kempen en uitstekend bereikbaar. En dan hebben we ook nog eens de ambitie om in 2025 helemaal energie-neutraal te produceren. Sommigen doen dat nu al, of hebben er een start mee gemaakt. Trouwens, bedrijven zijn daarin niet de enigen. Samen gaan we voor een duurzame toekomst. De sleutel daarvoor ligt in het onderwijs, met individuele ontplooiingskansen voor de Kempische jeugd. We willen leerlingen al op jonge leeftijd leren hoe leuk techniek is. We halen de techniek naar de school en de school gaat naar de techniek toe. Kies Kempische Bedrijven is een initiatief van het Kempisch Ondernemersplatform om leerlingen van basis- en middelbare school te laten kennismaken met techniek. De vraag naar technisch personeel zal enorm toenemen in de Kempen. Dankzij die samenwerking is de industriële ontwikkeling en de kwaliteit van het onderwijs met sprongen vooruit gegaan. Vooral door een steeds intensievere samenwerking met gemeentes en bedrijfsleven zijn grote sprongen voorwaarts gemaakt.
Kempische scholen hebben een uitstekende reputatie, aansluitend bij de universiteiten van Tilburg en Eindhoven aan de rand van de Kempen. Die meubelmaker is er nog steeds, midden in het dorp De Stoel, maar dan uitvergroot als teken van het belang ervan voor de streek. Zijn ambacht is tot een indrukwekkende industrie uitgegroeid. Maar er is ook de schooljuf die zich op klassieke en moderne kalligrafie heeft toegelegd. De KLM-gezagvoerder die in zijn vrije tijd samen met vrienden van de basisschool een film over het eigen dorp maakt. De voormalige accountmanager die voortaan Hammond-orgels reviseert en die tot de Europese top hoort in zijn vakgebied. Het zijn maar enkele voorbeelden van Kempenaren met een passie. De rijinstructeur die in het groen de Kempen fotografeert. En de boerin van de ecologische boerderij leert het imkervak van de imkervereniging in de Kempen. Gastvrij zijn we, echte levensgenieters. En we halen alles uit de kast om het onze gasten naar de zin te maken. Daar hebben we een uitgebreid aanbod van horeca voor, unieke historische terrasjes, culinaire hoogstandjes, maar vooral Bourgondisch, Kempisch genieten. Het pure genieten. In onze historische dorpskernen vind je ze nog. De ambachtelijke, grappige, tijdloze en vooral lekkere winkeltjes. Ze herinneren aan tijden dat enkele dorpen verder al wijd weg was. Nu is ver dichtbij. De markten zijn nog steeds ontmoetingsplaatsen en locatie voor talloze evenementen. Ja, in de Brabantse Kempen is altijd wat te beleven voor elke leeftijd. Natuurlijk de kermissen, maar ondernemers en groepen jongeren zorgen voor leven in de brouwerij. In de winter bouwen ze carnavalswagens. En om in de zomer iets samen te organiseren, ontstaat het Kempenfestival. Want muziek zit de Kempenaar in de genen. Zo hebben we van oudsher de beste fanfares en harmonieën van Nederland. Een toonaangevende pop- en rockscene en DJ's die de hele wereld overgaan. De groten der aarde komen niet alleen bij die Kempische orgelspecialist of gitaarbouwer, maar ook in de beste geluidsstudio van Nederland. De Brabantse Kempen heeft het allemaal, waar het pure wonen, het pure werken, het pure leren en het pure recreëren samenkomen. De Brabantse Kempen ontmoet het pure genieten.